Jarno hier met een nieuwe vlog. We zijn nog steeds aan boord van de Vos Base. En ik sta hier met Arjan Hens van TNO. Arjan, voordat we het gaan hebben over de resultaten van vandaag en gisteren, moeten we eerst nog even terugkijken naar het resultaat van afgelopen zomer. Ja. Heb je wat om te laten zien? Jawel, ja, zeker. Want we hebben flink wat pluimen toen kunnen meten. Mm-hmm. En een voorbeeld daarvan die kan je helemaal hier zien op het scherm. Dit is een beetje op het zuidelijk deel van de Noordzee, dat is het eind van de campagne van vorige zomer. Ja. En hier zie je hoe we aankomen varen en zigzaggend naar in de windbaan van dit platform hier varen. En je ziet twee kleuren bovenop de route die er loopt. Zie je die twee kleuren die pieken omhoog. En het groen is dan ethaan, rood is methaan. En als we dus aankomen, dan zien we hier één groot brede pluim. Grootste afstand. Mm-hmm. En hoe dichterbij we komen, hoe smaller en hoe hoger die pieken worden. Okay. Want het waaiert als het ware, als een ijskouhorentje waaiert dat uit. Ja. Dus hier zie je al dat deze hoogste piek is wel hoger dan wat je daar ziet. Hier zie je echt dat het begint te splitsen in de verschillende onderdelen van het platform. Want zo'n platform is natuurlijk niet één puntbron per se, maar die heeft verschillende emissiebronnen. Ja. En dan zie je die dus los van elkaar en dan zie je helemaal als je er echt dichterbij komt. En wat je ook ziet, is dat je heel dicht bij het platform bent. Dan is opeens de concentratie lager dan iets verderop. Omdat een gedeelte vorm wat losgelaten wordt, wat wordt losgelaten op 50 meter, 60 meter hoogte. En dat waait gewoon over je schip heen. Ja, want zo hoog zijn wij niet. En we gaan op 30 meter zit onze inlaat. Okay. Dus op dat niveau, op dat vlak ben je aan het meten. Daar maak je de doorsnede door die pluimen heen. En je ziet dus die eerste piek hier. Die is relatief laag, dan gaat een groot gedeelte over je heen. Ja. Ga je dan iets verder, dan heeft die pluim inmiddels de grond geraakt. En dan ga je er vol doorheen en dan zie je de hoogste pieken. Mm-hmm. Ga je nog verder, dan begint het zich weer te verdunnen en te verspreiden. Dus dan zakken die pieken, naarmate je verder weg gaat, zakken ze in en worden ze breder. Ja, dat is precies wat je hier ziet. Dit is echt een schoolvoorbeeld. Dit zou zo in een tekstboekje passen voor hoe werkt atmosferische dispersie. Okay. Maar we zijn niet voor niets opnieuw aan het meten. Nee, dat is waar. Want we hebben deze meting ging goed. De eerste dag ging eigenlijk goed. De tweede dag of de derde dag ging goed. Maar de tweede dag gingen we de tracer loslaten. Ja. Maar op die tweede dag zaten we met een relatief koude zee en warm weer. Het was heerlijk weer. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een koude laag lucht die vlak boven het water hing, die wilde slecht mengen met wat daarboven zat. Mm-hmm. En de scheiding tussen die twee lagen, dat noem je de menglaag. En wat er dus gebeurd is dat er een menglaaghoogte, en KNMI heeft daar hele mooie beelden van de heranalyse van het windveld. En dan zie je dus dat die menglaaghoogte op een gegeven moment zakt tot aan 30 meter. Dat is dus net boven ons wasje, maar dat betekent wel dat daar een soort deksel ligt. Okay. En als die platforms hun emissie op 50, 60 of 80 meter hoog de lucht insturen, dan komt dat dus nooit beneden door die 30 meter grens heen. Nou, en dat is dus het probleem. Want je kan varen tot je een ons weegt, maar je ziet en je tracer zag je niet, dat klopt ook. En ook je methaan zie je bijna niet. Dus en de bedoeling van die tracer was nou juist om te kunnen kijken, er staat een raar object midden op die zee. Daar botst die wind tegenaan, die gaat er omheen. Wat doet dat dan met die verspreiding? Want als ik verderop dan een pluim meet, hoe kan ik die dan het beste terugvertalen naar een autogram per seconde wat aan de lucht ingaat? Ja. En om die vertaling goed te maken, wil je eigenlijk een bron aan boord van zo'n platform zetten, die dus, waarvan je weet hoe groot die is. Ja. Dat is die tracer. Ja. Dat is nou juist de dag vorig jaar dat we met die hele lage menglaag zaten, hebben we die proeven gedaan. En die proeven zijn eigenlijk mislukt. Ja. En daarom zijn we nu weer hier terug. Mm-hmm. We hebben het systeem verbeterd, nou dat heb je allemaal gezien. Ja. En we gaan dus bij 5 verschillende platformlocaties tracergas loslaten. En dat doen we zowel op hoogte, zeg maar halverwege of bijna net zo hoog als de hoogste vent. Ja. En we doen het op hoogte van het bordes, want daar zit het meeste proceswerk, wat ook natuurlijk diffuus bijvoorbeeld kan lekken. Ja. En die twee tests doen we bij alle 5 de platforms. En dit keer is de zee warmer dan de buitenlucht, dus het gaat nu goed. De menglaaghoogte zit vandaag rond de 300, 500 meter volgens het KNMI. En dan heb je dus geen zintje bij. Nee. En dat zien we ook, want de metingen die we nu hebben gedaan, daar vinden we en fluitend op verschillende afstanden de methaan- en ethaanpieken.
maar ook inderdaad de tracerpiek van wat wij loslaten. En hier op het scherm heb je de metingen van vanochtend. Ja. Daar hadden we een groot boorplatform met zo'n uithouder waar er nog een extra vent op stond. Ja, die K14 van de NAM. Ja. En als je daar doorheen langs onderwind langs gaat, dan zie je dus ook twee pieken. Eén is van het platform van het grote procesgedeelte en de andere is dan van die uithouder waar die vent op staat. Oké, zo super nauwkeurig is het eigenlijk al. Dat je gewoon de individuele bronnen. Als je dichterbij vaart, dus op een 100, 200 meter afstand, 300 meter afstand, dan zie je dus als je aankomt varen, zie je eerst het ene stuk, dan even pauze, dan komt het tweede deel. Wow. Hoe verder je, als je echt ver weg gaat, dan gaan die twee pluimen in elkaar lopen, want ze worden alle twee steeds breder en dan voegen ze in elkaar. Ja. Je ziet dus als je daar langs vaart, dan zie je eerst de piek vanuit die vent en daarna komt de piek van de rest van het systeem. Of deel van het platform, daar hebben we de tracergas losgelaten. Ja. En dat betekent dat als je hier kijkt, dan zie je eerst de piek van die vent. Daarna krijg je de kleinere piek van de rest van het platform. En daar zit ook tegelijkertijd die tracerpiek bij. Zodat we kunnen uitrekenen, daarvan weten we hoeveel we losgelaten hebben. Mm-hmm. Uitrekenen wat dan waar hoe die verdunningsfactor is tussen waar wij loslaten en waar we meten. Ja, en die verdunningsfactor gebruik je vervolgens weer om terug te rekenen hoeveel methaan eruit zowel het ene deel als het andere deel komt. Ja. En die tracer hebben we dus één keer losgelaten bovenin en één keer losgelaten op bordeshoogte. Dus we hebben twee verschillende tracer-experimenten. Dit is met een hoge tracer hoog in de boom. In die kraan, helemaal boven hangt dat slangetje. Ja, dus dat zijn de eerste resultaten. En wat je hier dus ziet, het zijn de verschillende keren de zigzagjes zeg maar, waar we er langs komen. En dan zie je dus als je aankomt varen, hier ga je van links naar rechts, kom je eerst langs het platform en dan langs die vent. Ja. Dan draai je om en dan draait het patroon dus ook om. Dan zie je eerst weer die hoge vent en daarna weer het platform. Ja. Dat is het spiegelbeeld van elkaar. En dat wisselt iedere keer. En zo zigzaggen we op het platform af of van het platform weg. En hier kom je, dan ben je verder weg en dan voegen ze samen. Ja, en dan lopen ze in elkaar over en dan wordt het eigenlijk één pluim. En als je dus de mooiste emissieschatting die je uit kan rekenen, is zo ver mogelijk weg. Want dan zijn die pluimen één, dan maakt het ook niet meer uit waar je binnen zo'n object je bronnen in het model ligt voor de emissie die je uiteindelijk bepaalt. Dus ver weg meten heeft de voorkeur, behalve als je te ver gaat, want dan zie je geen pieken meer. Dan zijn ze zo klein geworden dat ze in de ruis van de achtergrond verdwijnen. Okay. In de verte, nou niet eens zo heel ver meer, zie ik het volgende platform al komen. Dus ik ga naar beneden en we gaan weer aan de slag. Tijd voor de volgende meter. Ja, dankjewel. Ja.